groene stroom, de energietransitie. Welkom allemaal, iedereen die er al zit. Leuk dat jullie er zijn. We hebben een nieuw speeltje meegenomen. Ja. Het is de Catchbox. Als je een vraag hebt, steek je hand op en dan gooi ik deze dobbelsteen naar jullie toe en dan kan je daarin praten en je vraag stellen. Dus ben benieuwd. Als je hem niet vangt, mag je de vraag niet stellen. Ja, je moet hem wel vangen. Oké, ik denk dat het gewoon tijd is om te beginnen. We hebben drie hele leuke sprekers voor jullie vandaag. Om te beginnen, eens kijken. Helemaal aan jullie rechterhand zit Annelies van der Stoep. Annelies van der Stoep is projectcoördinator bij Amsterdam Smart City en CityZen. Dat is een project in Amsterdam waarmee ze kijkt hoe Amsterdam groen kan worden en op duurzame energie kan draaien. Dan in het midden hebben we Huib Kemink. Huib Kemink is data scientist bij Eneco, waar hij de data van de slimme thermostaten analyseert. En zo kijkt hij hoe huizen bijvoorbeeld zo min mogelijk stroom of gas kunnen verbruiken. Dan hebben we hier helemaal links Lisbeth van Tongeren. Lisbeth van Tongeren is vicefractievoorzitter van GroenLinks bij de Tweede Kamer. Daar houdt ze zich natuurlijk bezig met Nederland zo duurzaam mogelijk te maken. En ze is ook 8 jaar lang directeur van Greenpeace geweest. En daar zullen we denk ik ook nog wel iets over vragen. Ja, zeker. Maar eerst om even op te warmen, heb ik aan jullie de vraag, zijn jullie vandaag wel met de fiets gekomen? Nee, met de auto en ook niet een elektrische. Het is echt heel erg. Maar morgen krijg ik wel zonnepanelen op mijn huis. Dus daar ben ik heel blij mee, want daar heb ik heel lang moeten wachten, want die hadden leveringsproblemen en zo. Dus ik ben heel blij dat dat nu eindelijk gaat gebeuren. Ah, mooi. En jij, Huib? Nee, ik ben met de trein. Ik woon wel in Amsterdam, dus op zich best wel. Ik had gewoon met de fiets kunnen komen, maar toch met de trein. En de trein die gebruikt stroom van Eneco. Ja. Hey. En Liesbeth, je bent. Nee, ik ook niet. Nederland is nog steeds niet goed ingericht voor openbaar vervoer. Ik heb vanmiddag een spreekbeurt in het Strandtheater in Scheveningen. En daar is met openbaar vervoer niet te komen op doordeweekse dagen, heb ik ontdekt. Helaas. Maar Annelies, jij krijgt dus wel zonnepanelen. Ja. Leuk. En Huib, jij? Nee. Ja, ik woon in een groot appartementencomplex op het Java-eiland. En daar zijn een bewonersgroep is daar al 11 jaar bezig om het voor elkaar te krijgen om daar zonnepanelen te krijgen. En die komen door het woud aan regelgeving en minder enthousiasme bij sommige van de medebewoners niet heen. Maar we zijn er nog steeds mee bezig om het voor elkaar te krijgen. Maar ze liggen er nog steeds niet. Ah, nou, over die regelgeving gaan we het nog uitgebreid hebben natuurlijk. En de elektrische auto. Heb je niet? Nee. Ik hoop dat ik hem oversla en dat we hem gewoon die auto weg kunnen doen op een gegeven moment. Ja, dat zou mooi zijn. Nee, gewoon een diesel. Ik heb wel proef gereden in allerlei soorten auto's. Ook hands-free in zo'n grote Tesla die van die deurtjes heeft die zo open gaat. Dat vond ik wel onwijs gaaf. En ik heb een week een volledig elektrische Leaf uitgeprobeerd. En ook ontdekt, je moet dan eigenlijk er een secretaresse bij hebben. Want dan bel je naar een instituut, Lisbeth komt, kan die auto daar geladen worden? Ja hoor, dat is in de buurt. Nou, dan vraagt zij, hoe ver is dat dan? Nou, dat is een ANWB-laadpunt, is maar een kwartiertje lopen. Nou, dus wederom, ja, dan gaat dat niet. En ik heb in die week met die auto inderdaad dat ik dacht van, ik haal of net het volgende laadpunt, of ik sta aan de kant van de weg en dan moet ik gaan bellen om iemand te vragen om die auto naar een laadpunt te slepen. Wordt steeds beter in Nederland, hoeveel het palen neemt toe. Maar het is een uitdaging als je niet gewoon op en neer van huis naar werk gaat, waar je aan beide kanten kan laden. Ja. Annelies? Nou, wat wel interessant is, is dat juist doordat we in Nederland relatief een hele goede laadinfrastructuur hebben, met veel punten, en dat bij ons de afstanden relatief klein zijn, is bijvoorbeeld een partij als Mitsubishi geïnteresseerd om juist in Nederland te kijken hoe ze innovatie, een van de projecten waar ik bij betrokken ben, gaat over vehicle to grid. Dus hoe je niet alleen energie in je auto kan stoppen, maar het er ook weer uit kan halen om op een ander moment te gebruiken. Bijvoorbeeld om je pizza op te warmen of om tv te kijken. En ze kijken juist naar Nederland, omdat ze zeggen van, goh, hier is eigenlijk is het best goed in vergelijking met andere landen. Maar beter kan het altijd.
Nee, het klopt dat het beter is dan andere landen. Maar dan ligt het eraan, ja, in die andere landen lukt het alleen als je een eigen bedrijf hebt waar je een laadpaal hebt staan. En je hebt een privégarage. Nou, weer dat appartementencomplex zit een grote publieke parkeergarage onder. Wil je daar een laadpunt in krijgen, dan kost dat 5.000, 6.000 euro. Nou, dat vind ik toch wat begrotelijk. En dus er zitten nog een heleboel hobbels waar jullie vast allemaal de oplossingen voor gaan vinden. Laden zonder dat er een stekker in hoeft. Of op een andere wijze. Ik heb ook al systemen gehoord dat je over dingen heen rijdt en dat je auto weer oplaadt. En ook wat jij zegt, Annelies, veel minder auto's delen. Maar wat ik van die Tesla wel heel leuk vond, was dat automatisch volgen. En dat ding echt, je doet alleen de richting aanwijzen. Ik weet niet hoeveel mensen hier hun rijbewijs hebben, maar als je gewend bent, ik moet verantwoordelijk zijn en dat stuur vasthouden. Dan je handen op je schoot leggen en alleen die richting aanwijzen aandoen. Ik vond het echt heel fijn. En ik ben daar binnen 3 dagen aan gewend. En dan kan je een beetje naar buiten kijken, opletten. Maar dan ben je niet zo intensief aan het rijden. Nou, krijg je zo'n rijtje van die auto's, kan je die weg beter benutten. Hoeft er geen nieuw asfalt te komen. Dus ik denk echt dat het helemaal de toekomst is. Maar voordat het voor alle soorten mensen met alle soorten beroepen echt gebruikersvriendelijk is, moeten er nog een heleboel mensen aan de slag. Ja, precies. Dat is de toekomst. Maar we willen eigenlijk beginnen met hoe staan we ervoor in Nederland qua energietransitie en groene energie? Laten we positief beginnen. Het is gaande, dat weten we allemaal. Er komt veel meer groene energie aan en het Nederlandse energienet wordt er op dit moment al op ingericht. Maar Lisbeth, wat is er in de afgelopen jaren in de politiek nou veranderd om deze overgang naar groene energie mogelijk te maken? Ik denk eigenlijk wat er in Nederland gebeurd is dat we begrepen hebben dat we in Europa afspraken gemaakt hebben. We hebben met z'n allen in Europa gezegd, wij willen van fossiele energie af. Toen hebben alle landen afgesproken van, als je een kleine zompige moerasdelta bent, is dat wat lastiger dan als je een land bent met heel veel waterkracht. Dus er zijn voor alle landen percentages afgesproken. Een hele zwik landen zit daar al overheen. Een heleboel landen haalt het. Ja, in Nederland samen met Malta en Cyprus bungelen helemaal onderaan. En wij hebben de grootst mogelijke moeite om die kant op te komen. En dat komt eigenlijk door ons vorige grote succes. En wij waren het olie- en gasland. Daar zijn we heel groot van geworden, ook behoorlijk rijk. Hele mooie infrastructuur daarmee gebouwd. Ook flink geïnvesteerd in onderwijs. Maar dat betekende wel dat we heel afhankelijk van fossiel geworden zijn. En dat zijn we nog steeds. En we hinken in de politiek nog steeds, als ik voor alle partijen samen mag spreken, op 2 gedachten. We willen eigenlijk nog heel graag de hofleverancier zijn van alle fossiele producten. Maar we willen aan de innovatiekant ook heel erg in de vaart der volkeren mee op schoon en duurzaam. Nou, het is net zoals als je op vakantie gaat. Als je zowel naar IJsland wil als naar Italië, dan wordt dat geen succesvolle vakantie. Je zult 1 doel moeten kiezen. Dit wordt toch de eeuw van de duurzame energie. Dus ik ben van GroenLinks. Wat wij altijd gezegd hebben is, je moet versneld afscheid nemen van fossiel. En echt die schone kant op. En heeft dat hinken op 2 gedachten nou afgelopen week geleid tot het klappen van de formatie? Ja, onvermijdelijke vraag. Dan krijg je ook een onvermijdelijk antwoord. De woordvoering over de formatie wordt gedaan door Jesse Klaver en Katelijn de Buitenweg. Ik kon het proberen. Okay. We hebben wel een leuk filmpje wat aansluit op die gedachte over de fossiele brandstoffen, waar wij zo afhankelijk van zijn. En zullen we dat laten zien? Ja? En dan nog eentje. Energie. In Nederland gebeurt eigenlijk relatief weinig als het gaat om duurzame energie. Als je kijkt in de lijstjes van wie heeft de meeste duurzame energie in Europa, staat Nederland gewoon meestal ergens onderaan, samen met Malta geloof ik. Hoe dat komt, ja, daar zijn een heleboel theorieën over. Kijk, wat in ieder geval denk ik heel erg meespeelt, is dat Nederland, je zou Nederland bijna als een oliestaatje kunnen zien. We hebben weliswaar zelf weinig tot geen olie. Maar we hebben, hier is de zetel van een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld, namelijk Shell. En we hebben een enorme partij gas. Dus het hele bestuur van Nederland is heel erg gericht op olie en gas en veel minder op duurzame energie. Ja, nou dat is eigenlijk waar jij het net over had. En Huip, wat doen de energieproducenten hieraan, de leveranciers? Nou, dat is op zich wel grappig om te merken.
Ik ben 1,5 jaar geleden begonnen bij Eneco voor mijn afstudeerstage. En toen had ik een beetje het idee van, het is een heel groot, log bedrijf. Wat doen jullie er eigenlijk aan? Maar wat je heel erg merkt is dat die bedrijven, of in ieder geval Eneco, ik durf niet voor de rest te spreken natuurlijk. Je merkt wel dat het bedrijf is een beetje bang. Het bedrijf is bang om nu achter te blijven. Het bedrijf is bang om nu niks gedaan te hebben. Dus mijn hele afdeling waar ik werk, Eneco Smart Energy, wordt eigenlijk gezien als de redding van het bedrijf. Helemaal nu natuurlijk met de grote splitsing, nu de grote cash cow eruit is en we het echt zelf moeten gaan doen. Merk je wel dat er gewoon een heleboel nieuwe initiatieven bedacht zijn om het op een andere manier te gaan doen. Kan je een paar voorbeelden geven van die initiatieven? Een van die initiatieven is natuurlijk een enorm windpark wat samen met Shell, een van de andere oudere spelers, neergezet gaat worden. Andere initiatieven zijn het kopen van start-ups die in duurzame energie werken, die slim laden doen, die de grote pieken uit het elektriciteitsnetwerk halen. We hebben geen kolencentrales, maar alleen gascentrales op de baseload te voorzien. Ja, dat soort dingen vind ik wel dat op zich een goede kant op gaan. Natuurlijk moet er nog steeds meer, maar de grote spelers zijn bang. En even heel kort, hoeveel procent groene energie produceert Eneco nou? Best groen. Als van de grote energieleveranciers zijn wij de groenste. De precieze mix durf ik niet te zeggen. Van Current en Van de Bron zijn toch veel groener dan nog? Ja, die zijn ook veel kleiner. Oké. Okay. Het is natuurlijk heel makkelijk als je alleen maar voor een paar honderdduizend of voor een paar honderd huishoudens, dan is het heel makkelijk om groene stroom alleen te leven. Maar als je ook voor het elektriciteitsnetwerk deels verantwoordelijk bent, omdat je simpelweg zoveel klanten hebt, dan moet je er wel voor zorgen dat er voldoende stroom is op elk moment. Dan doe ik de PR even. Eneco is echt een van de groenste grote energieproducenten in West-Europa. En die doen dat heel goed en proberen heel hard die transitie mee vorm te geven. Maar ze zitten in een concurrerende markt. Dus je hebt twee dingen die je wilt. Je hebt je idealen en je toekomstrichting. Maar je hebt ook je aandeelhouders. Dus het moet ook aan het eind van het kwartaal bij hun kloppen. Ja. Gelukkig zijn de aandeelhouders van Eneco natuurlijk voornamelijk Rotterdam en andere gemeentes. Die ook zo'n duurzame. Ja, die willen wel een dividend hebben, maar die kijken gelukkig iets verder dan alleen de kwartaalcijfer. Ja, om dan toch nog even een paar cijfertjes te noemen. De productie in Nederland van groene energie is volgens mij 5,5%. Wat volgens mij bar weinig is. En de plannen voor 2020 zijn 20%. Toch? Is het 20% of is het 14? Nee, 14%. Hè? Ja. Dus we hebben nog 20 of 14, we hebben nog een lange weg te gaan en de doelen zijn volgens mij nog een beetje laag, maar dat is dan weer mijn persoonlijke mening. Ik denk dat we doorgaan naar het volgende stukje, toch? Ja? Ja? En dan meteen een filmpje? Ik denk dat we meteen een filmpje hebben. Ja, we gaan het hebben over het project van Annelies, Amsterdam Smart City en Citizen. En we hebben een klein promofilmpje van Smart City, waarin in ieder geval wat uitgelegd wordt. Welke jullie gevonden hebben. Ja, daar staan er een paar. Ligt het toe als je dat wil? Nog één keer, hè? Ja. Amsterdam Smart City is het innovatieplatform van de metropoolregio Amsterdam. Een platform waarin bedrijven, overheden, kennisinstellingen en bewoners met elkaar slimme oplossingen bedenken voor grootstedelijke uitdagingen en ze ook realiseren. We zijn tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met de mensen en technologie om ons heen. Zon en wind voorzien ons huis van stroom en via een handige app bepalen we zelf wanneer we onze auto opladen. Soms biedt technologie uitkomst bij innovaties. Een andere keer is ons gezonde verstand voldoende. Neem bijvoorbeeld een ladder. Die heb je maar een paar keer per jaar nodig. Dan kun je hem toch net zo goed delen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor energie. Alles wat je niet verbruikt, kun je aan je buurman geven of verkopen. Door slim samen te werken en kennis en data met elkaar te delen, verbreden we onze horizon en komen we op nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld om files en lange wachtrijen te voorkomen. Data kan ons ook helpen bij de maatregelen die nodig zijn om de stad in balans te houden. Denk aan het in goede banen leiden van vervoersstromen en het op peil houden van de waterhuishouding. Door met elkaar te blijven innoveren op het gebied van onder andere connectiviteit, mobiliteit, energie en zorg, maken we onze stad klaar voor de toekomst. Samen werken we aan oplossingen die het leven in en rond Amsterdam niet alleen leuker en duurzamer maken, maar ook veiliger en socialer. Dat doen we voor vandaag en voor de toekomst. De toekomst die nu begint.
Nou, heel leuk filmpje. Er wordt dus door middel van technologie worden huizen slimmer ingericht en daarmee ook duurzamer. Maar in het filmpje is nog niet helemaal duidelijk wat er nou echt in die huizen gezet wordt, of wat er veranderd wordt in die huizen om het groener te maken. Ja, en ik ben ook heel benieuwd, wat doe jij nu eigenlijk precies bij Smart City? Wat doe ik? Nou, dus laat ik daar dan maar eens mee beginnen. Nou, ik werk zelf rondom het onderwerp energietransitie. Nou, je zag meer onderwerpen voorbij komen in dit filmpje. Maar als we inzoomen op die energietransitie waar we het vandaag over hebben. Ik werk zelf aan een groot Europees gefund project met 25 partners. Dat doen we samen met de stad Grenoble in Frankrijk. En dan gaat het over dingen als, hoe maak je nou die infrastructuur klaar? Dus wat moet je doen in je elektriciteitsnetwerk om te zorgen dat dat niet klapt als er straks heel veel elektrische auto's en zonnepanelen in één straat bij elkaar komen. Het gaat over wat kan je thuis doen? Dus we hebben een renovatiesubsidie vanuit Europa mogen uitdelen de laatste tijd. En 600 woningen in Amsterdam die worden nu veel energiezuiniger. En dat is interessant, want misschien weten jullie het. Dit gebouw wordt verwarmd door de restwarmte van van Equinix datacentrum hiernaast. Hartstikke goed. Nieuwe gebouwen mogen geen onderdeel meer zijn van het probleem. Maar we hebben ook heel veel bestaande gebouwen. En wat doen we daar dan mee? Dus het is heel belangrijk dat we leren hoe we dat zo slim en efficiënt mogelijk doen. Maar ook op een sociaal acceptabele manier. En iets anders waar we bijvoorbeeld naar kijken, wat ik een heel leuk voorbeeld vind, is dat Waternet hier in Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van drinkwater. En als je in de winter de kraan opendraait, dan krijg je van die koude tanden. En dat is eigenlijk te koud of kouder dan nodig is. Dus die winterkou wordt eruit gehaald, wordt opgeslagen. En de bloedbank in Slotervaart, die zitten bij dat ziekenhuiscluster daar bij het Daniel de Hoed in de buurt. Die gaan die kou gebruiken in de zomer om hun cleanrooms te gebruiken. En ook in hun farmaceutische processen. En dat betekent dat ze niet van die lelijke airco's op het dak hoeven zetten. Die herrie maken, lelijk zijn en CO2 uitstoten. Of energie gebruiken en daarmee CO2 uitstoten. Dus het is heel interessant om te zien, en dat vindt Europa ook heel interessant om te zien, dat zo'n oplossing die je eigenlijk kan toepassen overal waar je een grote waterleiding hebt en waar je seizoenen hebt, dat zijn we in Amsterdam nu aan het doen, dat laten we zien. Terwijl de technologie eigenlijk helemaal niet zo spannend is. Het gaat vooral om de manier waarop we die technologie dan toepassen. Dus ja, Amsterdam Smart City gaat vaak over technologie, maar het gaat ook heel erg over de niet-technische dingen die nodig zijn. Over van hoe zorg je nou dat dat haalbaar wordt, waar zit die business case dan, want anders dan zitten we te hobbyen met z'n allen. Dus hoe krijgen we het nou voor elkaar dat je het echt kan toepassen? Ja, ik vind die techniek dus wel heel erg leuk. Zo'n nieuwe boiler. Denk ik, oh, en hoe werkt dat dan? En Huib, jij weet daar ook heel veel van. Kan jij ons dan eventjes iets leuks vertellen? Ja. Ja, het is best wel grappig. Heel veel dingen die hier net naast me genoemd worden, die doen wij ook met Eneco. We hebben bijvoorbeeld één startup, Jetlix. En daarmee krijg je een app waarmee je slim kan laden. En hoe dat dan werkt, is dat je dus zodra er een overschot is aan energie, dan daalt de energieprijs op de markt enorm. En dan is het eigenlijk veel gunstiger om dan je auto op te laden. Terwijl op andere momenten, bijvoorbeeld als het weinig waait en er weinig zon is, dan is de energieprijs veel hoger. En dan is het niet zo slim om dan je auto op te laden. Dat doen we nu samenwerking met Tesla en Renault en Peugeot, zit het er gewoon in hun app. Wat echt mega vet is. Dus dat is een van de dingen. Een ander ding wat je kan doen met boilers bijvoorbeeld, is dat je eigenlijk hetzelfde doet. Dus die boiler kan je ook zien als een enorme batterij. Maar dan niet met elektriciteit, maar gewoon met warmte. Dus je kan die boiler één keer om 11 uur 's nachts warm maken, zoals nu meestal gebeurt, op de nachtklok. En dan maak je hem helemaal warm en dan gedurende de dag dan koelt hij weer een beetje af. Je tapt er een beetje af en dan heb je warm water. Je kan natuurlijk ook wat slimmer doen. Dat je gewoon kijkt van, nou ja, wanneer is een energieoverschot? Dan maak ik dan mijn boiler warm. En dan hoef ik dat niet meer iedereen tegelijk 's nachts. Ja, vet. Jij had ook nog een leuk voorbeeld? Ja, omdat we het heel vaak alleen over je eigen leefomgeving thuis, waar je uitgaat, met je eigen auto's hebt. En ik vroeg me af in de zaal, heeft iemand een idee hoeveel van de energie in Nederland gebruiken we? In huishoudens, voor gewone mensen. En hoeveel wordt elders gebruikt? Wie durft een gokje te doen? Andere kant. Daar. Bij de dikke kant. De mannen van de techniek. Ja, roep maar. Doet hij het? De kubus? Doet hij het?
Ja, als je energie ook, brandstof op de weg en luchtvaart meetelt, is het nog veel minder. Dus we zijn heel veel bezig soms alleen op om en nabij de 20% wat in die huizen zit. Maar op andere plekken kan je met diezelfde ideeën enorm veel voor elkaar krijgen. Nou, ik zei al, wij zijn een... Hallo. Ja. Hij doet het. Nou, daar hebben we dat ook. Kijk, zie je wel. Beta-faculteit, ze krijgen dingen aan. Als je het op andere plekken doet, heb je direct veel meer volume met hetzelfde idee. Wij zijn de sompige moerasdelta. We hebben onwaarschijnlijk veel pompcapaciteit staan om overal water weg vandaan te halen. En die lui die dat doen, bijvoorbeeld het waterschap Midden-Delftland, die doen dat echt alleen gebaseerd op de afspraken van de waterstanden. Die kijken niet naar de stroomprijs, die kijken precies naar de getijdentabel, hoeveel volume water er in de rivieren uitkomt, wat er met de boeren afgesproken is, wat de fundamenten kunnen hebben. En dan zetten ze die pompen aan. Dan hebben ze daar een experiment gedaan en ik dacht met de TU Delft, maar dat weet ik niet zeker, maar met een wetenschappelijk instituut. En toen zijn ze gaan kijken, als we nou, precies als de stroomprijs wat lager is, vooruit pompen. Hey, want op een grote oppervlakte, nou, dat hoef ik jullie ook niet uit te leggen, maar 1 of 2 centimeter, is direct heel erg veel water. Zijn ze mee aan de slag gegaan en dan hebben ze het energie, de prijs van het energieverbruik, hebben ze enorm naar beneden kunnen brengen. En dat helpt dus ook op het stroomnet. Omdat als je de top van je gebruik eraf haalt, hoef je minder opwekcapaciteit te hebben. Dit was maar 1 waterschap, we hebben er 21. Dat soort oplossingen. Het zit in diezelfde sfeer, maar die zetten direct heel veel meer volume. Dus wat ik heel graag zou willen is slimme ideeën die we bij die huishoudens weghalen. Dat we die op veel grotere schaal ook bij dit soort bedrijven, nutsinstellingen, ziekenhuizen daarin gaan zetten. En dan gaat het echt zo aan de dijk zetten. Ja, maar misschien wel goed om nog even bij op te merken is dat met de energiemarkt is het op dit moment echt zo dat als je... Door op een slimme manier energie te gebruiken, dus niet gewoon op elk moment van de dag, maar door dat slim te doen, dat bespaart geld, maar het is ook duurzaam. Wat natuurlijk een fantastische combi is, want dat betekent dat er en een incentive is voor bedrijven om het te doen, maar het werkt ook nog. Ja, dat kan wel... Wow, jezus. Ja, dat kan wel zijn, maar als je minder energie gebruikt, is natuurlijk mooi, maar als die energie nog steeds maar voor 5% uit duurzame bronnen komt, wat schiet je er dan netto mee op? Is het niet veel slimmer om eerst te gaan investeren in... Zeg meer windparken of betere manieren om die energie uit Duitsland of Denemarken te halen of meer andere methoden. Dan om het steeds maar zuiniger te gaan maken terwijl het allemaal nog steeds afkomstig is uit olie en gas. Nou, het helpt allebei natuurlijk. Hè? Want 5% schone energie van heel veel wat je verspilt. Als je de hoeveelheid energie vermindert, dan heb je direct al meer. Hè? Is je percentage schone energie direct al groter. Want wij geven voorrang aan de schone energie. Dus het helpt beide kanten om, maar ik ben het roerend met je eens. Je moet alle drie tegelijkertijd doen. Je moet een infrastructuurtransitie hebben, dat wat er aan opwekvermogen staat, dat schoon is. Je moet het hele belastingssysteem herzien. Want jullie hebben vast wel eens gehoord van accijnzen. Nou, die worden toch echt gewoon op benzine geheven, niet op elektrische auto's. En je moet het verbruik enorm verminderen. En het makkelijkste te verminderen is verspilling. Of daar waar je het niet echt nodig hebt. En die dingen waar je gedragsverandering voor nodig hebt, daar had Annelies het ook over, die zijn het ingewikkeldst. Ik wil toch nog even terug naar huis brengen. Want dat is wel ook wat er op het scherm staat. Annelies, als jullie zo'n huis aanpakken. Jullie pakken 600 huizen aan in Amsterdam. Ja, dat doen de mensen zelf. Hè? Dat dus doen de mensen zelf. Die moeten er zelf zin in hebben. Mm-hmm. Ja, dan hoeveel zuiniger kan een huis dan worden? Want 20% vind ik nog steeds heel veel. Nou, je kan met echt niet zulke hele spectaculaire maatregelen... kan je een bestaande woning van voor de oorlog net zo goed maken als een nieuwbouwwoning. Dus het kan allemaal. Waar het wel om gaat is van hoe doe je dat dan ook op een slimme manier. Dus wat bijvoorbeeld leuk is, is dat ik heel veel woonboten subsidie heb kunnen geven. En die kiezen andere maatregelen, omdat ze op een andere situatie hebben. Want die gaan aan de slag met waterwarmtepompen. En die gebruiken het water waar ze op liggen als een warmtebron. Nou, dat is echt superleuk. En het is ook heel grappig om te zien dat juist in die groep mensen dat ook aan elkaar vertellen. En dat ze elkaar aansteken en enthousiast maken. En dat is wel natuurlijk wat nodig is. Ja, ja nou zeker. Dat is heel erg nodig. En jullie hebben nu een project hier in Amsterdam en Grenoble. Staat Nederland nou bol van dit soort projecten nu? Want ze zijn voor mij misschien een beetje onder de radar.
Volgens mij zijn er heel veel projecten in Nederland waar op allerlei plekken hele interessante dingen worden gedaan. Het is ook heel interessant om te zien dat er ook op verschillende plekken min of meer dezelfde dingen worden gedaan. Want dat verrijkt elkaar ook. Hè? Dus ik had het net bijvoorbeeld over dat Vehicle to Grid. Nou, daar is in Utrecht een fantastisch voorbeeld van. En dat is heel goed om te zien dat daar zoveel verschillende partijen en op verschillende plekken daar energie op zit. En dat mensen daar aan het werk zijn. Want uiteindelijk moet je ook met elkaar dat wiel uitvinden. Wat is er met het Ajax-stadion? Weet iemand in de zaal dat? Het Ajax-stadion, wat staat daar? Nee? We hebben hier geen Ajax-fans. Geen Ajax-fans, duidelijk. Behalve de doelpalen en zo, wat er ook allemaal zal staan. Nee, daar heeft Tesla ongeveer zijn grootste... Jij weet hem wel, hè? Ja, dat kan je misschien beter uitleggen dan ik. Nee, ja... Wat Tesla, die... Tesla, die... de Arena, die zegt van... Wij willen het meest innovatieve stadion worden. Die gaan in 2020... hebben ze het Europese kampioenschap. En ze werken samen met een aantal stadions in de wereld, of in Europa, die allemaal zo'n wedstrijd hebben. En dan gaat het over van hoe zorg je nou dat mensen goed naar dat stadion komen en ook weer wegkomen. Maar ook hoe zorgen we nou dat die energie slim wordt opgewekt en ook opgeslagen. Dus Tesla, die buren is van de Arena in Zuidoost. Een van de dingen die zij doen, is dat ze een grote batterij hebben neergezet. Waarmee tijdens de wedstrijden energie wordt gebruikt. Dus dat, en misschien dat je straks wel met je auto naar het stadion gaat en jouw energie uit jouw auto gebruikt wordt tijdens die wedstrijd. Super cool. Ze proberen het net in die buurt echt te balanceren. Het is echt gigantisch groot wat daar staat. Ik weet niet, 20 bij 20 meter of zo aan batterijcapaciteit. En ze hebben ook een deel eigen opwek. Nou, zij hebben alleen een piekvraag tijdens een wedstrijd en de rest van de tijd nauwelijks iets. Dus ze proberen dan de balansfactor te zijn voor de energievraag in die buurt. En daar hebben vast allemaal mensen hun eindscriptie op gedaan en daar ongelooflijk van genoten. Maar ik heb daar een groep mensen gesproken die helemaal stond te springen van enthousiasme wat daar allemaal aan innovatieve dingen gebeurde. Dus dat is vlakbij in onze eigen stad. En dat schijnt toch een redelijk uniek project te zijn, heb ik me laten vertellen. En denken jullie dat dit nou echt zin heeft? Of zijn dit gewoon kleine projectjes die niet eens echt meetellen als je het vergelijkt met grote windparken en de dingen waar het echt om draait? Namelijk gewoon van 5% naar 20% groene energie. Ik denk dat je ze beide moet doen. Ik denk dat je de enige manier om het duurzaam te maken is door niet alleen heel veel groene energie op te wekken, maar door die ook op het moment dat het nog groen is te gebruiken. En de vraag was hier ook, ja, heeft het nou wel zin om het net te balanceren? Ja, dat heeft zeker zin. Je moet je voorstellen, als je energie gebruikt terwijl we in een windstille, bewolkte dag zitten, dan hebben we gewoon niet heel veel duurzame energie in Nederland. Dus als we dan gewoon minder gebruiken, dan gebruik je ook meteen veel minder grijze energie. Terwijl op het moment dat je op een dag zoals nu, waar gewoon de zon goed schijnt, ik weet niet goed hoe hard het waait, maar als het nog lekker waait, dan is er gewoon echt betrekkelijk veel energie. Als je dan energie gebruikt, dan maak je ook meteen de energiemix veel groener. Dus alleen maar investeren in windparken en in zonnepanelen heeft niet heel veel zin als je daarna de energie op een dom moment gaat gebruiken. Een vraag uit het publiek. Jullie hebben het wel de hele tijd over initiatieven die dan vanuit bedrijven of organisaties zelf komen. Is het niet ook belangrijk om vanuit de overheid daar bepaalde mate van maatregelen of zo af te dwingen? Kan je iets dichter bij je mond houden? Oké, ja, sorry. Jullie hebben het de hele tijd over kleine initiatieven. Zou de overheid hier ook niet een voorbeeldfunctie in moeten zijn? Ja, dat zou de overheid moeten zijn. Ja, wat moet ik daar aan toevoegen? Ja, dat gaat niet zonder de overheid. Je krijgt geen andere manier van belasten zonder de overheid. De overheid het is mij in 4 jaar niet gelukt. We hebben een verplichting. Als er een nieuwbouwhuis is, moet dat in Nederland op het gasnet aangesloten worden. Staat in de wet. En dat was vroeger heel redelijk dat er niet gezegd kon worden, ja, jouw huis ligt te ver weg, jij blijft gewoon maar op hout stoken. Dus toen was het een vooruitgang dat er gezegd werd, hey, je moet op de riolering, op het waternet en op het gasnet. Maar dat is nu inmiddels een enorme belemmering geworden. En de huidige regering die nu demissionair is, die heeft stelselmatig geweigerd om die verplichting uit de wet te halen. Nou, dat is een ongelofelijke belemmering voor mensen die dus nieuwbouwwijken van het gas af willen halen. Sterker nog, je betaalt €650 als je je woning afsluit. Maar ik ben het niet helemaal eens met dat je huis van het gasnet afhalen een goed idee is.
We hebben namelijk natuurlijk aardgas in Nederland. Daar hebben we superveel van. Dat is op zich heel mooi. Het is ook heel erg vervelend. Dat betekent namelijk dat aardgas in Nederland praktisch gratis is. We verdienen daar heel veel geld mee. Dus we zijn er echt verslaafd aan. Maar gelukkig zijn partijen zoals Shell, weer de grote boze Shell, bezig om met stroom aardgas te maken. In Rotterdam hebben we daar, of ik weet niet of wij het gedaan hebben, is een pilot gedraaid waar we met stroom en CO2 gewoon aardgas maakten wat we terug konden pompen het gasnetwerk in. Dus wat je dan krijgt, is dat je dus in plaats van dat je je energie moet opslaan in batterijen en in dat soort dingen die super inefficiënt zijn en ook nog eens heel erg milieubelastend, kan je het gewoon in aardgas stoppen waar we een super efficiënt netwerk van hebben waar je het gewoon rond kan pompen. Maar Annelies, jij vertelde mij dat Amsterdam... Ik vraag me af of dat dan genoeg is om al die huizen op te blijven stoken. En ik kan me voorstellen dat we gas misschien nog wel nodig hebben in de industrie bijvoorbeeld. En dat dit soort oplossingen daar heel goed bij passen. Ik denk dat het heel verstandig is dat de gemeente Amsterdam met een aantal andere gemeentes hebben gezegd van wij gaan van het gasnetwerk af. Iedereen heeft daar zijn eigen tijdshorizon bij gemaakt. En wat daar goed aan is, is dat dat de urgentie verlegt naar jou in huis. Als jij nu nog een cv-ketel koopt, dan is dat je laatste. En hopelijk kies je dan een hele zuinige of een hybride vorm. Zodat je nog, dat je ook in die laatste 15 jaar met zo'n gasketel nog een beetje slim doorgaat. Maar we moeten er echt vanaf. Ja, en ook voor de huishoudens. Hè, van in de industrie heb je soms een enorme warmtevraag of een enorme krachtvraag. Nou, die zijn met duurzame energie moeilijker te leveren. Dus als je daar waterstof voor in zou zetten, vind ik dat een heel goed idee. Maar jullie weten meer over omzettingsverlies dan ik dat weet. Maar als je van windenergie op zee eerst waterstof gaat maken en dat dan door een gasnet gaat transporteren naar land en dan die waterstof weer om gaat zetten wat je nodig hebt, of kracht, of warmte, of licht, heb je een enorm verlies in het proces. En wat ik daarvan begrijp, kan je dat proces ietsjes efficiënter krijgen, maar wordt dat nooit echt optimaal. Dus als dat direct van elektriciteit naar elektriciteit gaat, heb je veel minder verlies. Dus wat we wel gaan krijgen is, we hebben vroeger van één makkelijke oplossing voor alles. En je gaat veel meer verschillende oplossingen krijgen. Wat Annelies zei, hier halen we wat warmte uit koude, hier slaan we wat op. Voor de zware industrie is waterstof en voor vrachtauto's waterstof misschien een hele goede oplossing. Voor vliegtuigen, minder vliegen, maar is misschien biobrandstof de enige die we ons straks kunnen permitteren. Nou, die overgang is voor een heleboel mensen ook van vroeger was het overzichtelijk en simpel. Mannen met witte jassen aan in een fabriek en die zorgden ervoor. En nu krijg je allemaal verschillende deeloplossingen waar jij je als burger ook meer toe moet verhouden. En daar zit ook een heel stuk van het verzet, het gebrek aan enthousiasme, doe maar niet. Ja, ik wil nog heel eventjes een beetje afdwalen. Sorry Tristan daarvoor. Dat is helemaal goed. Want we hebben het over verschillende soorten energie. En het lijkt me nu al een beetje duidelijk van Nederland kan dus met zonne-energie en windenergie nog niet zo heel veel opwekken. En zelf ben ik best positief over kernenergie. Het is dan wel misschien een beetje gevaarlijk. Maar het heeft nog een lagere CO2-voetafdruk dan zonne-energie. En wat vinden jullie daarvan? Ja, het heeft wel ander afval, hè, waar we ons toch ook druk om moeten maken. Wat interessant is om te zien, wij werken samen met Frankrijk en daar is heel veel kernenergie. Dus die hebben eigenlijk een heel ander soort CO2-probleem dan dat wij hier in Nederland hebben. Maar ook daar wordt toch echt wel gekeken van hoe kunnen we daar wat in schuiven. Ik denk niet dat kernenergie uiteindelijk de oplossing is, tenzij we een oplossing voor dat afval voorzien. Ja, ik vind het heel jammer dat we eigenlijk het moment dat we goed begonnen te worden in kernenergie hebben gedacht, laten we maar mee stoppen. Laten we maar weer terug naar de kolen. De kernenergie, het bouwen van een kerncentrale kost verschrikkelijk veel tijd en ook verschrikkelijk veel geld. En ik heb het idee dat de ontwikkeling daarin nog veel verder kan. We zijn nu nog met trage reactoren aan het werken in plaats van met snelle reactoren. Daardoor ontstaat ook veel nader afval. Terwijl als we gewoon door zouden gaan in die ontwikkeling, denk ik dat er best wel een goede alternatief is voor in ieder geval kolen en gas. Ja, want op dit moment is er nog maar 10% van het afval ten opzichte van de oude manier van kernenergie. Ja. Ja, daar krijg je tegenwicht aan de andere kant. Kernenergie is de duurste energie die wij kennen in het Westen.
Dat zie je bijvoorbeeld. Hè, er worden eigenlijk geen nieuwe kerncentrales gebouwd. Er wordt er nu eentje gebouwd in Engeland. En daarvan hebben de bouwers gezegd, dat willen we alleen doen als wij voor een hele lange periode een garantie en een subsidie krijgen op onze stroomprijs. En ook in Engeland zijn ze een paar centrales zijn ze bezig proberen te sluiten. Ook dat kost onwaarschijnlijk veel geld. Want he, dat kernafval wat we nu hebben blijft tot 200 miljoen jaar gevaarlijk. En moet ergens opgeslagen worden. We hebben in Nederland ons kernafval eerst in zee gegooid. Gewoon in tonnetjes in zee. Dat ligt daar nog ergens. Vervolgens dachten we, nou, misschien toch niet zo'n goed idee. Toen zijn we het gaan begraven in de duinen. In de duinen bij Petten liggen nu een hele zwik van die tonnen. Helaas, hè, ze gingen nooit lekken, want dat hadden we helemaal goed gedaan. Wetenschappers van toen wisten dat helemaal zeker. Nou, die dingen zijn nu aan het lekken. Daar komt, ik dacht, tritium komt nu in het grondwater terecht. En we zijn aan het proberen dat op te ruimen. Dat opruimen gebeurt, omdat het dus heel gevaarlijk is. Dan moet men kijken wat er in die tonnen zit, wat je daarmee moet. Daar zijn we nog iets van 15, 16 jaar mee bezig. En dat gaat miljarden kosten. Nou, Petten, zoals jullie weten, is geen grote kerncentrale. Die zit er niet voor de stroom. Die doet onderzoek en die maakt medische isotopen. Dat is maar een kleintje met een klein afvalprobleempje. En dat gaat dus al miljarden en miljarden kosten. Dus als je Nederland van stroom zou willen voorzien op kerncentrales, moet je er ongeveer 100 neerzetten. Daar zijn ook vroeger plannen voor gemaakt, hè, want we hebben echt gedacht, kernenergie, de oplossing, hè, too cheap to meter, alle problemen weg. Dan zouden er 100 langs de Nederlandse kust komen. Nou, dan over het probleem, hè, kleine kans op een kernongeluk, maar de impact die is immens. Als de kerncentrale in Tihange of in Doel of in Borselen gaat, gaat de fallout over de hart van ons economische gebied. Hè, dat hele stuk kan je dan, nou ja, 10, 20, 30, 40 jaar niet gebruiken. En dan is gewoon Nederland en België, die zijn weg. De mensen die nog leven kunnen in Duitsland asiel aanvragen. De kans is heel klein, maar het effect is zo gigantisch. Je hebt een enorme vervuiling bij de mijn. Ik heb in Australië gewoond gezien hoe dat gebeurt. Geen oplossing voor het einde. Dus het is misschien voor een heel klein gebied een deeloplossing. Maar we moeten die weg niet in. Ja, ik vind ook alle problemen die nu genoemd worden echt korte termijn problemen. Als je kijkt naar, we zijn nu bang voor een kernramp. Maar ik denk dat een veel grotere ramp is dat we gewoon binnenkort in Nederland helemaal niet meer kunnen leven. Omdat het gewoon onder water staat. Dat heel Amerika onbewoonbaar is geworden. Dat het Midden-Oosten geen eten meer kan opbrengen. Dat is toch een veel groter probleem dan een radius van een paar honderd kilometer. Ik geloof niet dat het een wedstrijd is of wij klimaatverandering een belangrijk probleem vinden. Volgens mij iedereen die hier zit, deelt dat. En dan ga je kijken welke oplossingen zijn nog op tijd om iets voor elkaar te krijgen. We hebben nog 10 jaar, jullie hebben nog 10 jaar. Kijk, mijn tijd zal het wel uitduren. Er is nog 10 jaar om er wat aan te doen. Dus we moeten de bestaande technieken van nu grootschalig uitrollen. We zijn ook miljarden verder op kernfusie. Ook heel promising, fantastisch leuk voor techneuten. Maar heeft echt nog niks opgelost om die energietransitie voor elkaar te krijgen. Dus laat iemand ergens rustig verdere centrales uitzoeken. Maar laat de rest van ons zorgen dat we snel genoeg overgaan op bruikbare, schone energie. En de energie verminderen, zodat we inderdaad, dat ben ik roerend met je eens, dat probleem tegengaan. Hè? Want in Nederland, zelfs als je het vandaag besluit, staat er over 15 jaar misschien 1 extra kerncentrale, 2-3% van het stroomverbruik in Nederland. We gaan naar het publiek. Ja, ik heb nog een vraag over de rol van de overheid. De grootste reden die jullie aandragen dat wij niet zo'n voorbeeldland als Denemarken zijn, is dat Shell hier huist en dat we zoveel gas hebben, dat we een oliestaatje zijn. Ik vraag me af, Lisbeth, jij als ervaringsdeskundige, hoe groot is hun vinger nog in onze pap? Shell. Gigantisch. Ze doen ook fantastische leuke dingen. Hè? Die jongens die kunnen echt wat. Maar als de mensen van Shell nou hun kennis van de ondergrond gingen gebruiken voor geothermie, zou echt heel erg goed zijn. Hè, als zij hun kennis van het distribueren en uitrollen daarop in gingen zetten. Dus toen Jeroen van der Veer begon met groene programma's bij Shell,
dacht ik, hè, het zou wel eens weer de nieuwe trots van Nederland kunnen worden. Het eerste wereldwijde grote oliebedrijf. En ze zijn het derde of het vierde grootste bedrijf ter wereld. Wat stappen maakt die groene kant op. Nou, en dan krijg je, ik maakte net al die opmerking over die aandeelhouders. Volgende week is er een grote aandeelhoudersvergadering van Shell in Scheveningen. Aandeelhouders, Jort Kelder, Duncan Stutterheim en nog wat mensen hebben een zwik aandelen gekocht om daar een motie neer te leggen dat Shell meer de groene kant op moet. Pensioenfondsen die veel aandelen hebben, proberen die druk ook op te voeren. Nou, als dat bedrijf doorontwikkelt, de toekomst in de groene kant op, kan het de grote groene voorloper worden. Als ze dat niet doen, ja, dan moeten die bedrijven uiteindelijk gewoon dicht, want ze bedreigen hun eigen toekomst, maar ook die van ons. Ja, Annelies, jij hebt heel veel te maken met beleidsmakers en politici, denk ik. Ja, ook. Ja. Heb jij het gevoel dat die mensen genoeg technische kennis in huis hebben om te snappen waar jullie bij Citizen en Amsterdam Smart City mee bezig zijn? Nou, ik ben daar niet heel negatief over. Maar ik denk wel dat er op allerlei niveaus in de samenleving en dus ook bij de politiek en bij beleidsmakers, dat die technische kennis nog wel wat beter kan. Maar dat is ook als ik aan mijn aannemertje vraag om mijn badkamer te renoveren, dat hij dan zegt van, nou mevrouwtje, zo'n douchewarmtewisselaar, dat moet je maar niet doen. Dat is hartstikke ingewikkeld. Dus ik denk van, ja, als ik zelf even google en ik ben een soort nep beta, ik heb bouwkunde gestudeerd, ik ben veel minder beta dan jullie. Dan denk ik van, ik snap het, dan moet een aannemer dat toch ook snappen. Want dat kan toch eigenlijk niet. En dus waar het volgens mij wel om gaat, is dat de politiek duidelijk moet maken wat de lange termijn doelen zijn. Hè? We hebben dat Parijsakkoord, maar hoe gaan we dat dan doen? En dat betekent keuzes maken, maar ook ik ben heel erg voor een stabiele klimaatwet waar we een flink aantal jaren mee vooruit kunnen. Zodat bedrijven daar ook op kunnen inspelen. En ik ben heel erg voor, en dat komt misschien een beetje terug op wat Lisbeth eerder noemde, is dat we ook proberen om een level playing field voor de verschillende technieken te maken. Dus zolang gas voorrang krijgt, blijven we daaraan vastzitten. Dus dat is echt een taak van de politiek om te zorgen dat duurzame warmte, elektriciteit, dat eerlijk wordt. Dat je daar ook een nieuwe markt in kan creëren. Ja, en Lisbeth, hoe zit dat met die technische kennis bij jouw 149 collega's? Ja, ik heb collega's die serieus denken dat als je harder rijdt, ben je eerder thuis, dus gebruik je minder benzine. En exponentieel is gewoon een onbekend begrip. Wij krijgen veel technische briefings. En dan zie je, TNO hebben we, ja, er zitten een paar mensen die er wel iets van begrijpen, of die toevallig een zoon hebben die er iets van begrijpen. Hebben we een keer met TNO ook gezegd, als jullie een briefing bij ons komen doen, klinkt heel lullig, maar je moet even checken wie er in de zaal zit en waar je begint. Want dan projecteren ze een staartje, beginnen ze te vertellen, zijn ze de hele zaal al kwijt. Dus het wisselt enorm, maar je kan technische dingen op verschillende manieren overbrengen. Je kan dat echt met cijfers en staartjes en percentages doen. Maar je kan dat ook meer in beelden en woorden doen. Dus het is aan de ene kant de technische kennis moet je hebben, maar aan de andere kant helpt het ook, als je een beta bent, dat je je verhaal ook over kan brengen op alfa's. Ja, en denk je dan dat bijvoorbeeld dit soort besluitvorming efficiënter zou zijn als er meer mensen met een praktische achtergrond in de Tweede Kamer zouden zitten? Je wil in de Tweede Kamer, denk ik, mensen die het werk daar heel erg goed begrijpen. En je moet in de Tweede Kamer, het is een onwaarschijnlijk fascinerend beroep, maar je moet heel veel dingen kunnen. Maar er wordt een enorme wissel getrokken op je sociale en je verbale vaardigheden. En wil je ergens een meerderheid voor krijgen, dan helpt het niet dat jouw idee het beste is. Maar je moet dat, in de vorige periode had ik 4 stemmen. Dus ik moet er 72 mensen moet ik ompraten om mij te steunen. Nou, soms helpen beta-vaardigheden daar heel erg bij. Maar je moet daar toch ook mensen hebben die aansluiting maken van, hoe krijg je een PVV'er mee op het sluiten van gevaarlijke chemie? Nou, dat lukt niet door je onderwerp inhoudelijk te beheersen. Dat moet echt op een andere manier. Dus het type mensen wat je daar krijgt is avondmensen, over het algemeen hoogopgeleid, die handig kunnen kletsen. Annelies. Nou, wat
de techniek is natuurlijk één van de manieren waarop je het kan oplossen. Maar wat heel belangrijk is, is dat, dat die techniek die we hebben, want er zijn zoveel goede ideeën hier in kennisinstellingen, bij bedrijven. Maar hoe gaan we ze nou toepassen? En om dat te doen moet je echt werken aan die markt. Je moet werken aan het weghalen van juridische barrières. Als ik die zonnepanelen die morgen op mijn dak liggen, ik ga de week erop zelf op vakantie, ik kan die energie niet aan mijn buurman geven rechtstreeks. Dat mag niet op dit moment in Nederland. Dat zijn juridische problemen. Dat is helemaal niks technisch aan. Het gaat om sociaal. Hè? Mijn vriendin Marjan, die net een hele mooie Italiaans Boretti gasfornuis heeft gekocht, die sloeg mij bijna over de tafel heen toen ik vertelde dat we van het gas afgingen. Van hoe gaat zij accepteren dat haar huis wordt afgesloten uiteindelijk? Daar moet een oplossing voor komen. En dat is misschien een technische oplossing, waardoor zij toch dat mooie gasfornuis kan gebruiken. Maar het gaat ook over de acceptatie. Oké, we gaan even door naar het volgende stukje. En we hebben hier al heel veel over gepraat eigenlijk. Hoe gaan we dit nou, zo'n project als bijvoorbeeld Smart City, hoe gaan we dat landelijk maken of internationaal, Europees? En Huip, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, wat zijn nou technisch gezien de stappen die ervoor nodig zijn om, om het energienet hierop aan te passen? Om het energienetwerk internationaal te maken bedoel je? Nou, want ik verwacht dat de productie veel decentraler gaat worden, want meer mensen krijgen zonnepanelen op hun dak, op een dak en een windmolen levert niet zoveel op als een gascentrale. Wat moet er nou gebeuren om, of moet het net daarop klaargemaakt worden, of is het daar al klaar? Ah, zo. Wat heel interessant is dat er wordt net naast me genoemd ook dat het geven van stroom aan je buren nog niet mag. Nou ja, in principe gebeurt het natuurlijk wel. Als je namelijk produceert, je levert gewoon terug aan het net. En als je buren op mijn stroom nodig hebben, zullen ze het van jou afnemen. Indirect. Maar met alleen maar huizen is dat natuurlijk niet heel efficiënt. We doen het ook met landen. Dus Nederland heeft grote kabels liggen naar Duitsland en naar België en naar de UK, als ik het goed heb. En naar Noorwegen. Dus als een van die landen een overschot heeft, dan kunnen we gewoon die energie door die enorme kabels naar een ander land pompen. Waardoor je eigenlijk een soort van heel groot netwerk kan krijgen, waar je dus onafhankelijk bent van kleine lokale pieken. Dus als het in Duitsland, als daar een grote wolk overheen gaat, dan kunnen wij het in Nederland opvangen. En we hebben nog niet supergeleiding uitgevonden. Nee. Verlies je niet heel veel energie door het naar andere landen te sturen? Je verliest wel wat, maar de verliezen zijn niet heel erg groot. Weet je ongeveer hoe groot? Ik heb hier een vakje over gehad, maar ik weet het niet meer in mijn hoofd. Nou, je krijgt dan die gelijkstroom-wisselstroom discussie, die sommigen van jullie beter zullen beheersen dan ik. Daar zijn ze met die zowel met de NS mee bezig als met die windparken op zee. Wij hebben blijkbaar met z'n allen ooit gekozen voor, en ik kijk naar iemand die dit beheerst, naar wisselstroom. En de NS wil graag op een hogere spanning op gelijkstroom op langere afstanden hun stroom transporteren. En bij die windparken willen ze dat ook graag. Dus daar zijn wellicht hele mooie technische oplossingen voor. Ja, die interconnectiviteit waar jij het over hebt is heel belangrijk. Want bijvoorbeeld die kerncentrales in België, die hebben om de haverklap problemen en die liggen dan dicht. België rekent heel veel op die centrales. Hun interconnectiviteit met ons is nog niet zo goed, zodat wij kunnen inspringen en dan bij hun kunnen helpen om stroom te leveren. Dus op een gegeven moment kwam daar een ding van liften in gebouwen mogen alleen nog maar, eentje mag nog gebruikt worden met mensen met problemen. Een heleboel niet noodzakelijke stroom werd afgeschakeld in een bepaald schema, omdat zij bang waren voor stroomtekorten. We hebben twee artikelen meegenomen. Is dat? Oh, een vraag. Hoi, iedereen? Ja. Ik was even benieuwd. Ik hoorde nu zo'n 3 kwartier hele leuke ideeën allemaal en super innovatieve dingen over Amsterdam. Ik hoorde jou zeggen 600 huizen. Maar ik was nog even benieuwd naar een concreet tijdsbestek van wanneer bijvoorbeeld Amsterdam nu allemaal zonnepanelen heeft of allemaal zo'n super duurzaam huis heeft. Amsterdam is in 2050 van het gas af. Dus dan moeten we het opgelost hebben. En Nederland? Ook ongeveer dan, want dat zegt het klimaatakkoord uit Parijs. Het is echt een onwaarschijnlijk grote opgave die wij hebben. We hebben iets van 7 miljoen auto's in Nederland. Die moeten eigenlijk allemaal op iets anders. Dus wat GroenLinks graag wil is dat we in 2025 stoppen
met het verkopen van auto's die nog op fossiele energie rijden. En dan gaat heel langzaam dat wagenpark veranderen. Nou, en die woningvoorraad is ook ongeveer zo'n getal. En als je bedenkt van je eigen huis, ja, er moet dus iemand in, er moeten apparaten uit, er moeten apparaten in, er moet geïsoleerd worden. En als we dat willen halen, moeten we 200.000 huizen per jaar doen. Nou, de kids die de installatietechniek beheersen, die moeten nog van school komen om dat te gaan doen. Dus de ambitie ligt er zeker. Enorme werkgelegenheid. De werkgelegenheid van de toekomst zit in dit brede veld. Zowel op mbo-niveau, hbo-niveau, universitair niveau. Om die woningvoorraad, onze industrie, ons vervoer om te turnen. Hele leuke uitdagingen, daarin ook absoluut essentieel. Maar om dat te halen zijn nu de plannen. Nou ja, dan gaan we echt zo naar beneden. En dan denken we opeens de laatste 10 jaar... gaan we dan stijl naar beneden, de hockeystick. Hè, dat elk jaar een beetje. Nou, er wordt dan eindeloos over geharrewarrd in de politiek. Moet dat zoveel procent of zoveel procent? En dan denken we dat we van 2,40 tot 2,50... gaat die lijn opeens stijl naar beneden. Nou, if you believe it, I believe it. Dus we hopen heel erg dat van alles aan nieuwe innovaties daarbij gaat helpen. En dat je op een gegeven moment schaalniveau krijgt, waardoor het goedkoper wordt, makkelijker en aantrekkelijker. Ja, over de. We hebben wat krantenartikelen meegenomen. En die had ik al eerder aan jou laten zien. Gaat over een aantal hoogleraren die de politiek oproepen om de economie groener te maken. En grote bedrijven onder leiding van Balkenende. Zit dus niet meer in de politiek, wordt heel groen. En die wil ook een groener kabinet. En zelfs ook de politieke partijen zelf met het duurzaamheidsoverleg. Ja, toch? Ja, dat klopt. En vroeg ons af, want jij had het toen over dat meer een soort van die grote bedrijven die dan zeggen, nou ik wil het allemaal groener, het is meer een soort van imago dingetje om dat te roepen. Denk je dat nog steeds? Bij sommige bedrijven is het heel echt en die willen dat echt en die zetten er heel hard op in. Hè? Unilever, Paul Polman, TNT Post, Peter Bakker, zo zijn er een aantal grote die dat echt willen. Maar er zijn ook bedrijven, als je dit soort berichten in de kranten ziet, moet je altijd even goed lezen. Ergens komt de geldvraag. Dan staat er van, dit willen wij allemaal doen. Maar dan willen wij een investeringsfonds van 1 miljard. Of ze willen vrijstelling van de vennootschapsbelasting. Of ze willen iets aan iets stevigs aan de wet en regelgeving. Bedrijven kan je niet kwalijk nemen. Die zijn opgericht om winst te maken voor hun aandeelhouders. En in dit soort plannen, zeker als het een hele set bedrijven is, is het meestal zo'n vraag. Die hoogleraren hebben dat veel inhoudelijker onderbouwd. Daar zat daar een kleine vraag bij of er wat meer geld kon komen voor de wetenschappelijke opleidingen. Maar daar zat ook echt een stuk inhoud in. Ik zou al heel blij zijn als we ooit een keer middenmotor worden. Koploper, helaas, bijna alle andere Europese landen hebben al zo'n voorsprong. Dat wij dat in mijn optiek niet gaan halen. Dus soms moet je een stretch ambition hebben, maar als die zo stretch is dat je hem niet haalt, is dat misschien te enthousiast. Ja, zo is er aan de onderste krantenkop is een geldzakje van 200 miljard gekoppeld. Dat is in ieder geval de onderste krantenkop, die komt van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. En die zeggen dat het 200 miljard gaat kosten aan de investeringen door de overheid om om Nederland groen te maken. Maar ik denk dan, volgens mij gaat het heel veel geld opleveren. Zijn jullie dat niet met mij eens? En ik vraag het eigenlijk aan jullie alle drie. Gaat dit de Nederlander geld kosten of gaat het hem geld opleveren? Nou, het zal ons vast wel geld kosten in het begin, maar het gaat ons ook heel veel werkgelegenheid opleveren. En ik denk ook dat uiteindelijk, het is gewoon een aflopende zaak. Dus deze fossiele economie waar we opteren, die is er straks gewoon niet meer. Dus we kunnen wel praten over of het ons geld oplevert of geld kost. Ik denk dat dat niet zo interessant is. Ik denk dat we moeten zoeken naar van, kunnen we het betalen? Laten we dat dan doen. En zorgen dat we een hele mooie, duurzame en stabiele economie daarvoor terugkrijgen. Ja, eens. Ja, het is met alles, het ligt eraan wat je meetelt of het geld kost of oplevert. Een heleboel kosten die je nu hebt vanwege fossiele energie. Er overlijden per jaar iets van 10.000 mensen maanden eerder dan ze anders zouden doen. Nou ja, dat vinden de mensen zelf die overlijden aan die slechte luchtkwaliteit echt een kost.
We hebben kosten die afgewenteld worden op de gezondheidszorg. Betalen we ook met z'n allen, zitten niet in de modellen. En de prijs van klimaatverandering zit ook niet in die modellen. Dus als je alle kosten meerekent, en Stern in Engeland was de eerste die zo'n rapport neergezet heeft, die zegt het levert de wereldeconomie geld op. Elke kleine en elke grote stap die je doet om klimaatverandering tegen te gaan, levert geld op. Maar dat kan bij het ziekenhuis zijn, terwijl jij de gemeente bent die investeert in warmte-koude wisseling. Maar voor de economie in zijn geheel levert het gewoon geld op om dit te doen. Dus het is een totale no-brainer. En wat had Mark Rutte geantwoord op die vraag? Mark Rutte had een onwaarschijnlijk diplomatiek antwoord gegeven met een grapje erin. Dat voor de BV Nederland, hè, als het zoveel oplevert voor de markt, de Nederlandse bedrijven zijn dan slim genoeg om die kansen te grijpen. Maar daarvoor moeten we natuurlijk wel de regeldruk verlagen. En we moeten zorgen dat die bedrijven makkelijk bij geld kunnen komen. Duidelijk. Zeker. Ja. Zeker. We hebben nog een kleine 5 minuten. En dat betekent dat we heel even nog naar wat nou echt de toekomst gaat zijn vanuit jullie drie. Dus ik ben eigenlijk huip om met jou te beginnen. Wat zijn nou de plannen van Eneco die er in de komende jaren voor gaan zorgen dat de productie van Eneco groen gaat worden? De grootste is natuurlijk die enorme windcentrale langs de kust. Dat is echt de belangrijkste. Daarmee gaan we echt een enorme slag slaan. En verder zijn alle kleine initiatieven die we hebben, dus met zonnepanelen op bedrijfspanden die we vervolgens weer aan huishoudens kunnen koppelen. Aan het slim laden van je auto, het slim warm maken van je boiler. Zodat we het hele netwerk wat meer ontzien. En zodat we ook, als we groene energie hebben, we de groene energie gebruiken. En als we geen groene energie hebben, we ook geen grijze energie gaan gebruiken. Dat zijn denk ik echt de allergrootste stappen die we hierin kunnen zetten. Tenminste, op de korte termijn. En ik denk dat op de lange termijn, dat je daar Jeroen de Haas voor aan mag spreken. Wat zijn visie daarop is. Annelies, wat gaat er nou echt concreet in Amsterdam gebeuren? Nou, wat voor Amsterdam en wat eigenlijk heel belangrijk is, is dat we zijn natuurlijk leuk bezig met allemaal innovaties. Het gaat erom dat we nu dat steeds beter gaan opschalen. Dus dat we die slimme oplossingen van die kou uit die drinkwater, hartstikke leuk dat we dat 1 keer doen, maar dat moeten we wel 10 of 100 of 1000 keer doen, wil dat echt impact maken. Dus ik denk dat daar de grootste uitdaging ligt. Dus aan de ene kant wel blijven nadenken over nieuwe dingen die we kunnen doen en hoe we dingen slimmer kunnen doen. Maar ook vooral die barrières weghalen die nu die opschaling in de weg zitten. En Lisbeth? Ja, ik ben de afgelopen jaren vooral bezig geweest met fossiel tegenhouden. Ik heb het voor elkaar gekregen dat er geen gasboringen zouden komen op Terschelling en op Schiermonnikoog. En ik ben nog heel hard bezig om te proberen te stoppen dat er gaswinning onder de Waddenzee is. Hè. Die Waddenzee zakt doordat de gaswinning is, waardoor er meer zanderosie komt, waardoor we die hele Waddenzee wellicht kwijt gaan raken, zeggen wetenschappers. Ik heb schaliegaswinning in Brabant tot nu toe tegen weten te houden met een heleboel lokale groepen. Maar wat gaat er in de toekomst gebeuren? En dat geeft ruimte voor de ontwikkeling van schoon. Ja, en de volgende waar ik in de toekomst mee bezig ga, is kijken hoe ver we kunnen komen met het stoppen van die gaswinning in Groningen. Want ik vind dat echt mensonterend. Ik weet niet wat jullie ervan weten, maar wat daar gebeurt is mensonterend. Hele gemeenschappen worden daar uit elkaar geschud. Gisteren 7 aardbevingen in 1 klein gebied die mensen hebben hysterisch veel last van, gaan failliet, kunnen het gebied niet uit, de gezondheidsrisico's zijn heel hoog, veel zelfmoord, er wordt nauwelijks schade vergoed door de Shell en Exxon voor de grotere schades. Dat moeten we gewoon stoppen en dat lukt alleen maar als andere mensen heel hard aan de slag gaan met het creëren van mogelijkheden voor schoon. Oké, dank jullie wel. Dat was ook mooi, toch? Ja, dit was heel erg leuk. Ja, oké. We willen jullie drie in ieder geval ontzettend bedanken voor jullie komst. Dus graag een luid applaus. Ja, en binnenkort gaan wij hier bij Anna Stuin en Ruigte een editie houden. 14 juni, ook weer om dezelfde tijd. Dat is leuk om in je agenda te zetten. En, het is op de camping en het zal gaan over kunst en wetenschap. Ja, leuk.
En de Beta Project zoekt nieuwe leden. Dus even een korte promotie daarvoor, als je zin hebt om mee te doen. Oké, okay, ja. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst. En tot op de camping volgende maand. Tot ziens.